and I swear, switching my lanes, living too fast. Forgive him for living, his life is a prison, so many you crash. When I feel like I'm dead, not alive, then I feel right, I bled from my eyes. Maybe your tragedy, call me your majesty, ain't no one bad as me. Wat je ook vaak ziet, van, of mensen vragen dan van, maar hoe ging je er dan mee om met de naam Kluivert? Ja, nooit opgeven eigenlijk. Elke dag hard trainen. Voor mij is het belangrijk. Ik heb het ook getatoeëerd. Dedication. Klopt, klopt. Kunt u het aanvallen? Ja, kan je een beetje uitleggen? Want toch iedereen, ja, gaat nu toch wel heel nu weten wat de reden is wat in jouw hoofd gaat spelen om die keuze dan uiteindelijk toch te maken. De naam Kluivert is een hele grote naam. En ja, hoe zie jij dat met je toch hetzelfde de naam van een grote speler die ooit heel veel Nederlandse voetballer heeft gedaan en uiteindelijk jij tot in de voetsporen van je vader treedt en ook uiteindelijk je eigen weg wil gaan. Ja. Dus hoe zie jij dat? Wat je zegt, het is een, ten eerste een eer om met zo'n naam te mogen spelen. Ik hoor alleen maar goede verhalen. Als ik beelden terugkijk van mijn vader, dan zie ik alleen maar goede dingen terug. Jammer genoeg heb ik hem nooit echt meegemaakt. Maar heel veel respect krijgt hij in de wereld van heel veel mensen. En dat respecteer ik ook. En ik wil van de naam Kluivert een nog grotere naam maken. Gewoon, dat is mijn doel. En ik wil ook zeg maar de naam Justin Kluivert ook omhoog brengen natuurlijk. Dat is mezelf, wat ik altijd heb gezegd. Van, ik blijf mezelf, ook al door mijn achternaam of mijn voornaam, ben ik gewoon wie ik ben. En wil ik gewoon het hoogst mogelijk. En dat is gewoon de naam Kluivert voor mijn hele familie gewoon omhoog brengen. En dat is ook een doel in het leven voor mij, om, waar ik naartoe streef. En vind je ook dat je op een goede weg bent? Ik vind van wel, zeker. Wat ik zeg, je moet jezelf geloven. En dat doe ik zeker weten, ook al als andere mensen dat niet doen. Of andere mensen wel. Je moet gewoon voor jezelf weten wat je wilt. Natuurlijk gaat niet altijd alles omhoog. Het is natuurlijk eenmaal zo dat in een voetbalcarrière soms gaat het wat beter dan de andere keer. En het ligt er ook aan jou hoe je eruit komt. Soms kom je er sterker uit en soms wat zwakker. En als het aan mij ligt, kom ik er heel sterk uit. Zo sta ik ook in mijn schoenen. En minder voor dat ga ik niet eraf. Heb je wel eens negativiteit gehad? Ja, zeker. Ook met de overstap natuurlijk hier naar AS Roma, van Ajax naar AS Roma. Dan krijg je natuurlijk heel veel goede berichten, maar ook natuurlijk heel veel haatberichten. Als je het zo noemt. Wat vind ik daarvan? Ja, ik zeg je eerlijk, ik snap de mensen wel natuurlijk. Ze hebben een mening en die, zo uiten hun dat. Daar heb ik respect voor. Maar ik zelf maak me daar niet heel druk om. Ik weet dat dat heel erg... iedereen zegt dat altijd. Maar ik maak me daar niet echt zo druk om. Ik sta er wel bij stil natuurlijk. Wat andere mensen natuurlijk ervan denken. Maar ik ga er niet wat aan veranderen omdat hun dat willen of zo. Nee. Ik volg mijn eigen pad en als ik het zo zie, dan doe ik het zo en anders gaat het niet. Maar zou jij dat ook doen? Wat? Hoe je dat zo reageren dan op jou? Zou jij dat niet zo doen? Nee, ik denk niet. Maar ik zou ook mijn mening hebben. Nee, ik begrijp het. Nee, ik begrijp hun wel. Maar wat ik zeg, iedereen heeft zijn eigen mening. Of en iedereen heeft zijn eigen... hoe zeg je dat? Ja, hoe die zich uit, dat is zijn mening. En ik doe het anders dan bijvoorbeeld dan jij. En zo gaat iedereen zo de mail. Ik denk dat. Ja, dat. Ik denk misschien voor alles een beetje. Ik denk jaloezie, misgunnen. Dat is nou maar eenmaal in de wereld. Ja. Dat als je goed gaat, dat mensen je liever zien vallen dan omhoog. Maar ja, dat is in de wereld waarin we leven. En wat ik zeg, iedereen
tenminste ik, als ik voor mezelf spreek, ik gun iedereen de wereld, maar ik gun mezelf altijd iets meer, snap je? En ik denk dat mensen dat ook denken. Dat is een mooie uitspraak. Mooie uitspraak, en ik denk, ja. Dat is echt zo'n jongen met Amsterdamse druk, die echt alleen maar vooruit gaat. Ja, zeker. En als je daar naar gaat, ben je de goede weg. Dankjewel. En vooral omdat je het gewoon uitstraalt. Ik heb veel dingen heb ik voor jou gezien. En op het moment dat jij iets wil hebben, dan ga je er ook echt voor. En dan neem je niet genoeg in. Minder of weinig, je wil alleen maar meer. Ja, zeker weten. En jij weet dat ook, je kent me ook lang. Je weet ook, als ik naar de kapperszaak kwam, praten we altijd een beetje even bij. Niet alleen knippen, maar onze band is ook sterker dan alleen knippen en niks zeggen. Dus jij weet ook natuurlijk, als ik even 3 wedstrijden, 4 wedstrijden niet had gescoord, dan zag je me ook even balen of zo. Maar je weet zelf, mijn kop is altijd omhoog en ik weet dat het altijd wel goed komt. En nog steeds, zo denk ik altijd. Dus. Zeker. Geloof in jezelf, vrienden. Ja, dat is een... Tip van de slijmen. Ja, en ik ga je een mag ik een andere vraag stellen. Die slijmen. Ha? Die ziet niet eruit. Ja, die ziet er. Die is er nog niet. Die ziet er nog niet. Nee. Goeie vraag. Eerlijk gezegd weet ik nog niet of ik er klaar voor ben. Ik ben nog jong. Dat maakt nog niet veel uit natuurlijk, maar ja, op deze leeftijd en ook om de aandacht die je krijgt, niet alleen vrouwelijk, maar om alles, dan moet je ook gewoon oppassen eigenlijk. Van... Ja, want voor jou, het ziet er goed uit. Je hoeft je voor je zin na, dat is toch best moeilijk om je dan toch zo nuchter dan te blijven. Ja, wat je zegt, dat zou je denken, maar dat valt reuze mee, eigenlijk. Als... Dat je misschien een bepaalde streek hebt. Ja, dat is ook zo. Wat ik zeg, ik heb gewoon een focus. Ja. En mijn focus ligt daar nog niet. Ja. En ik denk ook van, ja, als je de vrouw van je leven tegenkomt, oké, dan is dat zo. Maar ik ben er nu nog niet, denk ik, echt op zoek. Nee, niet echt dat ik dat nu nodig heb. Ik heb nu even goals nodig. Goals. Daarna komt de rest, denk ik. Maar als iets komt, dan komt het. Lopex is een beat, man. Kom on, joh. Het is fake, baby. Is ook zeg maar hoe je presenteert naar andere mensen toe, hoe je zelf zeg maar ja presenteert eigenlijk. En ik vind het gewoon altijd, ik vind het fris als iemand er goed uitziet, lekker ruikt. Ik vind het gewoon, dat hoort erbij. Ik hou er ook van, gewoon als ik een trainingspak aandoe, dan moet die trainingspak ook kloppen, snap je? Ja. Niet dat je een grijze trui aan doet en een roze broek, bij wijze van spreken. Wat? Ja, ik kan het niet met een uiterlijk bezig zijn. Ja, klopt. Ja. Maar ik denk dat alleen maar voetbal is voor de rest niet. Ja. Maar ik zie nu dat het behoorlijk belangrijk begint te worden. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ook in voetbal deze dagen, dan is het ook je image natuurlijk. Niet alleen hoe goede voetballer je bent, maar ook wie je bent, hoe je wat ik zeg, voordoet naar andere mensen. En dat is gewoon wie ik ben. Ik hou van mode, ik hou van kleren, ik hou van al dat soort dingen. Dus ja, dat is gewoon mijn reden daarvoor eigenlijk. Ja. En de
de muziek, want die hoort er ook bij. Ja, ik hou heel erg van muziek. Wat zoals Drake is voor mij zeker de beste. Maar ook Nederlandse rap of Nederlandse muziek luister ik. Ronnie Flex, Lil Kleine, Seven Alia, zulke rappers, daar geniet ik ook zeker van. En Hef moet ik zeker niet vergeten. Nee. Dat is wel ook een hele goede OG van de game. En ook Nee. Huh? Nee. Huh? Dat ben ik. Ja, ja, ja. Maar ik rap niet. Ook rappen? Ja? Wanneer? Ook rappen? Ik heb wel een video op Insta. Of op YouTube. Ja. Moet je wel opzoeken, dan ga je stuk. Justin zingt. Met Z. Ja. Ja, die is goed. Dat is wel leuk om te zien. Ja. Hij zit ook tegen de ballen. Die proberen ook. Ja. Ja. Memphis, Promes. Ja. Ja, maar die kunnen het ook gewoon echt. Dus ja, dat is gewoon normaal. Dus waardeer ik wel. Noah doet dat ook een beetje, maar dat is gewoon ook een plezier. Dus, dus als je daar een beetje uitlaatklep vindt, dan vind ik dat helemaal goed. Zeker weten. Hoe vindt hij dat hij heeft natuurlijk ook die stappen meegemaakt. Zeg maar die ik heb meegemaakt, die heeft hij ook gezien. En dat waardeert hij. Hij kijkt ook naar me op eigenlijk een beetje. Van ja, dat is toch wel mijn echte vriend. En dat is ook echt mijn echte vriend. Buiten het voetballen, waar ik nog echt vakanties heb of mee ga. En ja, we duwen elkaar gewoon omhoog. Hij helpt mij, ik help hem. En ja, dat is echt een goede gozer. Echt een echt topgozer. Zijn er ook nog andere dingen die jij ambitieert of leuk vindt dat sommige vrienden nog niet beter van jou? Ik denk, wat de mensen misschien niet weten, is dat ik wel eens van vissen hou. daar kan ik ook wel mijn rust in vinden. Gewoon lekker rustig, hengeltje uitgooien. Lekker genieten. En ik zei hoofd, gewoon dat is ook een, wat ik zeg, een soort uitlaatklep voor mij. Wat hun met muziek misschien doen. Kan ik dat wel mezelf daarin vinden. En ja, vind ik wel soms even lekker. Ik wist nog vroeger dat ik in Barcelona toen bij jullie toen was. Ja, klopt. Precies wat je zegt. Altijd als we aan het eten gingen, stond ik daar aan de zijkant. Ja, ik ook. Ja. Mijn broer. Ja, zit in de familie. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Ja. Betekent dat je ook ouder wordt. En ook bepaalde dingen ga je leuk vinden. Dat je gewoon uiteindelijk rust. Ja, ja. Dus ook bepaalde soort muziek. Ja, zeker. Dus, klopt. Vissen een beetje. Is het met koken? Koken, ik heb mijn diploma wel gehaald voor koken en serveren. Ja. Dus wie weet kan ik dat later nog gaan doen. Nee, maar ik hou af en toe van koken. En voor de rest, ja. Want we hebben een broertje. Ja. Shane. Die heel goed kan voetballen. Ja. Maar ook koken. Ook koken. Een kleine broertje Shane, ja, die is wat ik zeg, als ik naar hem kijk, natuurlijk over je broertje ga je zeggen hij is goed, maar ik kan echt over hem zeggen hij is echt goed, hij ziet het, hij heeft het gevoel voor de bal. En ja, hij kan ook super goed koken, hij heeft zijn eigen kookboek ook, YouTube kanaal, ja. Dus hij gaat goed. Hij gaat jou leren koken. Ook, ja, en ik hem, af en toe wat gerechten. Oh, ik kan hem echt koken. Wie? Jij. Ik? Ja, ik kan koken, ja. Alles wat je wil. Tosti, eindig. Nee. Ik kan wel wat, ja. Ja? Ja, zeker. Ook een beetje van mijn vader misschien eigenlijk. Ja.
toch degene. Familie, wat zegt dat uiteindelijk wonen over de vader gaat? Ja. Maar je moeder is ook een slechte vrouw. Ja. Hoe is zij in het leven van jou? Ja, we zijn natuurlijk, hun zijn gescheiden, mijn ouders, al op een vroege leeftijd. Daardoor ben ik met mijn broers eigenlijk bij mijn moeder gaan wonen. Mm-hmm. En ja, hoe ik heb zoveel respect voor die vrouw. Hoe ze drie jongens, als ik nu kijk, drie wilde jongens heeft opgevoed. Tot hoe we nu zijn, ben ik echt trots eigenlijk op haar hoe ze dat heeft gedaan. En daar bewonder ik er elke dag voor. En daar bedank ik er ook elke dag voor zeker. En ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik, om zo'n moeder te hebben. En daar ben ik blij mee, zeker weten. Ja, want uiteindelijk hebben we het ook die vader. Ja. Vond ik niet, maar ik vind dat het uiteindelijk ook de moeder. Ja. Ik heb ook aan de manier ook hoe jij bent geworden. Zeker weten. Heel veel, ja. Familie, hoe is dat? Familie, wat zegt dat voor jou? Ja, ja, zeker weten. Ik denk ook voor meerdere hoor, maar voor mij is dat wel alles eigenlijk. Mijn broers, mijn moeder, mijn vader. Ja, zeker weten. Ik zal alles wat ze doen. Omdat ik weet ook dat hun dat voor mij zullen doen. En ja, dat zijn wel echt de mensen waarop je altijd kan terugvallen. Niet alleen de goede momenten, ook de slechte momenten die je meemaakt. En ja, die je kan vertrouwen. En waarmee je dingen kan delen die je met anderen misschien niet zou delen. Ja, want zeker weten. Ja. Zeker, zeker. Dus ik hoop ook later dat mijn kinderen. Wanneer ik oud ben, altijd om ons te letten. Ja. En daar zorg ik wel voor. Kom goed. De laatste paar keer dat ik dan niet ben geweest. Ik ben natuurlijk gewoon aan de Rudy. Ja. En, Hey. Zie je hier, man. Hey. Dus we hebben het over familie. Familie. Hé, ook hier dan, hè? Grote broer, hero. Grote broer. En mijn neef. Verlengde mannen. Verlengde. Lange mannen. Verlengde mannen. Fristjes. Topspits, hoor, hier achter ons. Ja. Familie, jongens. Dat is alles. Of niet, boys? Ja, toch. Een van de jongens die tot de familie behoren. Ja. Met alle mooie dingen gaan meemaken. Yes. Ja, dit is hem, man, bro. Let's get it. Hey, 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 hey. Vrijdagmiddag 30 graden zijn Scheveningen. Ben met Day One, broeders, we eten en chillen. Korte rokjes, lange benen, dat zijn mooie dingen. Vanavond rof aan money pakken met rappen of zingen. We zeggen niks, maar lachen meer in deze nieuwe dagen. De wereld kouder, blijven strijden, dan gaan wij het maken. Talent is leuk, maar vergeet niet, ja. Hard work beats.